Europarlementariër Annie Schreyer van het CDA was vrijdag op werkbezoek in Neder-Betuwe. Vanuit Brussel ben ik hier naartoe gegaan, gewoon om één ding. In Europa vinden wij dat familiegezinsbedrijven behouden moeten blijven. Het gaat om de bedrijven zelf en de verwerkende industrie. De kracht van het platteland. En ik heb aangegeven hier, vandaag ook de pluimveehouderijsector en naar anderen toe, dat Europa daarachter staat. We hadden gepland om op een legpluimveebedrijf te beginnen, maar zoals velen misschien wel weten, is er op het moment zijn er wat ontwikkelingen met vogelgriep. Een paar weken geleden is er een uitbraak geweest, dus er is een bezoekersverbod voor legpluimveebedrijven. Dus we hebben gezegd, dat schrappen we. We zijn wel bij de Kuikenboerderij Het Anker geweest. Daar hebben we een mooie bedrijfspresentatie en boeiende discussies gehad. Daarna zijn we bij eierhandel en eiproductenfabriek in Trover geweest. En ja, idem dito ook mooie bedrijfspresentatie, bezichtiging en boeiende discussies en ja, lekker gebrainstormd. Nederland, wees trots op je agrarische sector. Soms denk ik dat er een verborgen agenda is met steeds weer negatieve geluiden. Wees positief, wees trots. Het is de kracht van het platteland. Andere landen om ons heen in Europa zijn jaloers op Nederland en willen graag dat de productie hier weggaat en ze nemen het zelf over. En dat is iets met mijn organisatie en zeker ook met de partij waar ik bij sta, het CDA, dat laten we niet plaatsvinden.